2017, Schier. Jan Koning en Ruud Pat, die gaan met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij mee om een boottochtje te doen. En het is weer heel verschrikkelijk spannend. Jan die schaamt zich nu dood, maar het komt goed, hoop ik. Ja. Hij durft het weer aan. Enfin, als een echte scheepsman gaat hij hier naar ons toe. En het mooie is dat wij waarschijnlijk met deze boot mee mogen. Een kleine 4 betaald. We moeten natuurlijk wachten tot het weer hoog water is, want dit ding vaart diep. En we gaan dus een uurtje varen. Het wordt weer spannend. Deze mensen gaan ook mee. Zij weten het nog niet, maar wel. En als het goed is, krijgen we nou toch een andere boot. Daar bouwen we eigenlijk wel een beetje van. Dat zou wel op de goede plek zijn. Dat is eigenlijk... Kijk, zij is een beetje bang. Ja? Perfect. Dank u wel. Ja, leuk. Nou ja, dat is nog af te wachten. Goedemorgen. Goedemorgen. En hij moet daar aankomen. Ergens. Ik zie nog niks. Ja, daar komt de boot aan. Het blijkt dus dat er toch nog wel wat meer mensen zijn. Het ziet er wel leuk uit. Ik zie net dat die lek is. Ik weet niet of dat zo prettig is. En dan gaan we even richting Noordzee om daar wat golven te pakken. Als je een vraag hebt, of het gaat te snel, even je hand omhoog, ga ik van het gas af. En dan de gelegenheid om een vraag te stellen, een foto te maken. En dan gaan we een leuk ritje van maken. Ja, top man. Veel plezier. Dank je. Nou, dat gaat wel lukken, hè. Nou, die capuchon is te klein voor mij. Oh, is er een capuchon? Geen flauw idee. Kust van Friesland in de Noordzee. Dus dit is de grootste zandloop van de Waddenzee. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk GPS en vroeger had men dat niet. Dus heb je hier links heb je een baken. Maar deze moet 10 meter hoog, dus deze is 50 meter hoog. En als er een schip binnenkomt vanaf zee, dan doen we dus hierheen. Dan sta ik zo'n vuurtje boven je aan. Dus ook kon het schip dus alle kanten doorvaren om zo'n veilige haven te bereiken. Maar dat ging natuurlijk ook nog mis, dus heb je rechts een drenkelinghuisje. Deze en afgelopen jaar. Twee dagen. Eén dag lang. Dag en nog. De dag is daar is dag weer. Als je over de Sander heen kijkt, zie je aan. Ja. Rechts daarvan hebben we bomen van staan. We hebben 20 kilometer hier vandaan, dus het geeft wel een beetje aan de kwaliteit is. Ja. We bevinden ons nu in het westkant. Dat is de enige uitweg naar Vrouwenzoon. Het water is zand. Het zorgt voor een stroom van bijna 8 km per uur. Dus als je hier in valt, dan zwemmen we niet tegenin. Zeker met deze watertemperatuur van 7 graden. We zitten nou tussen die eilanden. Meestal 25 km. Zoveel nog? Ja. Grappig. Deze zandpaal is altijd staan. Tenzij het echt springt hij hoog is. Alleen maar zand die er komt, alleen maar gaat. En wel een eerste wat stroom als ik nu niet.
zit gewoon een grond tussen de golf in. Het is hier maar 6 meter diep. Dus... Oh. Maar die golf komt helemaal vanaf de Noordzee. En hier, de water is net af, dus de golf al dicht. Dan gaan we naar kijken. Wat is je? Dan gaan we. Ah. Ja, het ligt in die boot hoor. Zo, terug gewoon door je. Hoeveel zit erin aan vermogen? 370. Oké. Okay. Ja. En wat voor een snelheid krijg je ermee? Wat zei je? Wat voor een snelheid kan je ermee halen? In mijn eentje 85. Zo. Ja, maar met zo'n groep als dit ga 70 maximaal. Oké. Okay. Maar ik neem aan dat je het niet vol laat nu. Nu niet, maar straks zit de wel eens in wel terug. Oké. Okay. Ja, maar dat is niet. Man. Het is gewoon 70 uur. Nu kan ik hier even los. Maar dat is de rug over. We kwamen zo net een schip tegen. Wij zijn straks laatst weer tegengekomen. Maar die duiken hier nog steeds naar voorwerpen. Zo, leuk man. Even nog zijn ze een beetje duiken, maar nu is het een tijd dichtgedraaid. En dan trek je weer heel veel zand en zo mee, dan zie je ze niks. Nee. Ja. Ze hebben maar 2 of 3 uurtjes per keer ze kunnen duiken op de zaterdag. Ja, ja. Oh, zo. Dus, die zijn net weer vertrokken liggen trouwens zo. Bedankt. Zeg je? Bedankt. Geen dank. Mag even.